Ik mag u bedanken met een klein liedje. Was ik er geen emotioneel van? Dankjewel, want het is toch bijzonder dat Hans elke dag. Nou, de club bestaat 50 jaar en door de lockdown kunnen heel veel deelnemers er niet op uit. Ze kunnen niet deelnemen aan activiteiten. En toen heeft de club bedacht, Jolanda Overdorp met name, hoe leuk zou het zijn als wij mensen met een bus bezoeken en hen verrassen met spontane momentjes. Het kan muziek zijn, het kan een bos bloemen zijn, het kan een taart zijn, het kan elke vorm van, ja, van unieke momentjes zijn om te delen. En ik ben een van die unieke momentjes vandaag. Dus we gaan langs 4 mensen. Ieder mens is anders. De een kan er wel op uit, maar mondjesmaat. De ander heeft heel weinig contact met familie. Anderen missen gewoon heel erg de activiteiten. Als je al eenzaam bent of moeilijk contact kunt leggen door je beperking of door je achtergrond, dan is het natuurlijk heel bijzonder dat je toch de aandacht krijgt die je verdient. En dat is wat de club eigenlijk elke dag weer doet. En als dat nu niet kan, ja, dan is dit het ultieme moment om dat op deze manier wel te doen en naar de mensen toe te gaan. En daar zijn de bussen natuurlijk prachtige tools voor, of instrumenten voor om samen op pad te gaan. Ik vind het fantastisch hoe de club toch ook in coronatijd weer allerlei activiteiten weet te bedenken. Hè, waar je eigenlijk niet samen kan komen. Toch om vrijwilligers op deze manier echt in het zonnetje te zitten. Nou, er is één vrijwilliger, daar ga ik naartoe mee. Daar heb ik net een leuk filmpje voor opgenomen. En die mevrouw staat eigenlijk symbool voor al die vrijwilligers die we natuurlijk in Almelo hebben. En zeker ook de vrijwilligers die daarbij de club zijn. Om hen ook even een hart onder de riem te steken voor al het goede werk dat ze doen. Ik ben van de club, Jolanda. En wij hebben een activiteit in coronatijd bedacht. En dat is ik heb een boodschap voor jou, bus. En dan konden deelnemers en vrijwilligers een boodschap aanvragen voor iemand. Nou heeft uw zoon Hans een boodschap voor u aangevraagd. En die hebben we 2 weken geleden al opgenomen. En als het goed is heeft hij daar niets over verteld. Nee, hij heeft alleen gezegd je moet in huis blijven. Ja, oké, dat heeft hij goed gedaan. Want het is toch bijzonder dat Hans elke dag van een kopje koffie bij moeder thuis genieten mag. Want het is toch bijzonder dat u 50 jaar terug met smak langs de deur ging. Wat ging de tijd vlug? Wat is het leven bijzonder oprecht? Een dankjewel, het mag gezegd. Een dankjewel voor de koffie en boodschappen doen. Een dankjewel en een groot compliment. Hans en de club willen het graag laten weten hoe bijzonder, bijzonder u bent. Hans en de club willen het graag laten weten hoe bijzonder u bent.